Goedendag, dames en heren. Het is weer tijd voor een mooie whiskyproeverij. Het is weer vrijdag. En Scotty en ik, hallo Scotty, kijk eens eventjes. Wij zijn weer bezig om een hele mooie proeverij samen te stellen. En vanavond, dames en heren, mochten met sigaren. Dus ja, het is dus, ja, u snapt het al, het is niet in een officieel café. Nee, dit is voor een bedrijf dat in zijn eigen achtertuin een prachtige plek heeft gecreëerd waar je een sigaar mag roken. En wij roken lekker mee, hè Scotty? Want wij houden wel van een sigaartje. En in dit geval nog uit eigen doos ook nog. Haha, maar dat zal allemaal meevallen. En bij die sigarenrokerij hoort een paar mooie whiskies. Dames en heren, daar staan ze weer. En hele mooie tomaten. Wij zijn er geweest van het zomer. We hebben onze eigen moordlag weer. Dat is degene, ja, langzaam worden ze echt zeldzaam. Dat is toch wel vrij uniek. En in dit geval heb ik ook gekozen voor een cask strength. Kijk deze Glengoyne. Nog steeds is dat er eentje die heel langzaam distilleert. Die feitelijk, als je kijkt naar de oude grenzen, gewoon in de Lowland staat. Maar er staat feitelijk nog steeds Highland op de fles. Het mooie van deze is unhurried. Met heel weinig haast, Scotty, hè. Alle tijd voor de whisky. Scotty, waar ben je? Alle tijd voor de whisky. En deze cask strength, zo uit het vat. Dik 58%, zware jongen. Kijk eens, Finlaggan, the Lord of the Isles. Wat is Finlaggan? Eén van de distilleries in Scotland. Is het Isla? Is het Laphroaig? Nee, dat moet haast niet. Is het Lagavulin of Ardbeg? Nee, ik denk dat Colila degene is met het meeste aantal liters. Die hebben over. Ik denk het haast wel, we weten het nooit zeker. Maar deze is 46%, een goede Isla. Dik 58%, 46%, 50%. Dit is gewoon een zware proeverij. Dit is voor zware rokers. Maar gelukkig krijgen ze een mooie sigaar bij. Scotty, wij zijn tevreden, hè?